Dag en welkom bij de profielkeuze voor PTL's Impuls voor de VMBO-T-lichting. Mijn naam is Ernesto Lemke, ik ben als decaan werkzaam en het aanspreekpunt rondom alles wat betrekking heeft bij deze keuze. Deze voorlichting en schuinstreep toelichting is de ingesproken variant. Via de website is de link te vinden naar deze presentatie, waar iedereen op eigen gemak en in eigen tempo alles nog eens rustig door kan nemen. Allereerst lopen we maar even een aantal basiszaken door, waarbij de eerste vraag is van ja, wat is een profiel en waarom kies je het? Het is een verzameling vakken. Sommige daarvan die mag je kiezen, andere die zijn verplicht. En het is bepalend voor je studiekeuze, je vervolgopleiding en in een later stadium je beroep. Nou, wat daarbij meespeelt zijn een aantal vragen. Hoe meer zicht je hebt over wie je bent, wat je kunt, wat je leuk vindt en wat je belangrijk vindt, is af te wegen vooral over wat er mogelijk is. Welke opties zijn er en waar kan ik eigenlijk uit kiezen? Nou, daarbij is gebleken dat uit onderzoek dat de invloed van ouders de belangrijkste factor uiteindelijk blijkt op de studiekeuze van het kind. Betrokkenheid van ouders in een vroeg stadium is ook zeer gewenst. Voor VMBO-T is samengevat dat het examenjaar in leerjaar 4 plaatsvindt, dat je examen doet in 6 examenvakken, en dat je na het examen vanuit VMBO-T kunt doorstromen naar het MBO of de HAVO. De profielen zijn opgebouwd uit een aantal verschillende delen. En we lopen ze allemaal bij langs, waarbij we beginnen bij het eerste, het zogenaamde gemeenschappelijk deel. Dit is het deel wat voor iedereen verplicht is en die iedereen volgt, ongeacht welke van de profielen je kiest. Daarin zitten in ieder geval Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en het kunstvakken inclusief CKV-vak. Met ingang van dit schooljaar is daarbij gekomen ter vervanging van de rekentoets, dus het zogenaamde schoolexamen rekenen. En die is verplicht voor de leerlingen zonder wiskunde. De school geeft zelf vorm hier aan. En er komt geen cijfer van op de examenlijst, maar deelname en afronding is wel verplicht. Dan komen we bij het zogenaamde profieldeel. En daarbij kun je kiezen uit 4 verschillende profielen. De eerste waar we naar kijken is het profiel economie. Daarin zit het vak economie en daarnaast Duits, Frans of wiskunde. Het is een profiel die zich vanzelfsprekend richt op vervolgopleidingen met een economisch accent. En hieronder staat een verzameling van opleidingen waar je aan zou kunnen denken. Kijken we even naar het zogenaamde zorg- en welzijnprofiel. Daarin zit het vak biologie, geschiedenis, maatschappijkunde of wiskunde. Dit is een profiel die zich richt op vervolgopleidingen met een accent op zorg en welzijn. Zoals bijvoorbeeld vormgeving, toerisme, pedagogiek, de hulpverlening, maar ook podiumkunsten en design vallen daar allemaal onder. Het volgende profiel heet het zogenaamde profiel techniek. Daarin zit NASC 1, oftewel natuurkunde, plus wiskunde. En dit is een vervolgopleiding met een accent op de meer technische vakken. Waaronder hier een aantal voorbeelden daarvan. Zoals elektrotechniek, werktuigkundige, machinebouw of applicatieweer. En zo komen we tot slot bij het laatste profiel groen. En dat is wiskunde met biologie of NASC, wederom natuurkunde. Met een accent op medische en of biologische vakken, zoals land- en tuinbouw, dierverzorging, zorg, hulp, onder andere. Komen we tot slot bij het zogenaamde vrije keuzedeel. En dat betekent dat je nog 2 vakken moet kiezen
die nog niet in je profieldeel zitten. Een derde vak kiezen kan. Dat doe je in overleg in eerste instantie met je coach en ouders en stem je af met de decaan. In principe is het een vrije keuze uit het volledige aanbod, mits het maar niet een vak is wat je op dat moment al hebt. Hier kun je alle zogenaamde centraal examenvakken zien. Oftewel, dat zijn de vakken waar je op het eind in de gymzaal het landelijke examen in aflegt. En er is het zogenaamde schoolexamenvak lichamelijke opvoeding 2. Op de website is een korte toelichting en uitleg te vinden van alle vakken en wat deze inhoudelijk precies betekenen. Nog even samengevat. De vier profielen bevatten 2 examenvakken in het gemeenschappelijke deel. 2 examen in het profieldeel. Hier staat nog sectordeel, zie ik staan. Dat is de oude benaming, maar komt op hetzelfde neer. En 2 examenvakken in het vrije keuzedeel. Dat brengt je in totaal op 6 examenvakken. Voor de leerlingen die overwegen of de ambitie hebben om na VMBO-T door te willen stromen naar de HAVO, daarvoor is het een voorwaarde dat je een extra vak volgt, omdat 7 vakken op de HAVO verplicht is en dat voor de doorstroom ook een verplichting is. En waarbij aansluiting met een HAVO-profiel zeer gewenst is. Verder heb je een positief advies nodig en gaat er natuurlijk altijd eerst een gesprek en afstemming met de decaan aan vooraf. Nou, de stappen naar het maken van een profielkeuze. De oriëntatie gaat centraal via coaching, ook met behulp van opdrachten die daarbij horen. Waarbij je uiteindelijk in week 8 van het nieuwe schooljaar, of na de jaarwisseling, excuus moet ik zeggen, je profielkeuze indient. Onder voorbehoud staat die nu op donderdag 25 februari, maar dit zal te zijner tijd nog bevestigd worden. In week 14 start vervolgens de zogenaamde voorsorteerperiode. Je onderbouwperiode houdt na de derde periode op. Week 14 is de start van periode 4. En dan start je dus met het vakkenpakket uit jouw profielkeuze. Deze rond je af in week 22 met de start van de toetsweek. Waarna in week 26 je definitieve niveauadvies verder plaatsvindt. Vragen die specifiek voor jou zijn, die kun je richten aan mij. Hier onderin vind je mijn e-mailadres. Via coaching zullen in eerste instantie zoveel mogelijk vragen per coachkring gezamenlijk verzameld worden. Zodat ik die eenvoudig en wat efficiënter voor de hele groep kan beantwoorden. Zoals gezegd, deze hele voorlichting is terug te vinden op onze website. Rest me verder niets anders dan jullie nog veel succes te wensen in jullie voorbereiding.